geen auto in de buurt en 3 kilometer aan gloednieuw asfalt. Maar ook een heuse kasseienstrook. En een verdomd stel klimmetje. Veilig. Waarom niet? Ja, daar konden gewoon allemaal auto's en zo door en scooters. Hij krijgt nu geen hartverzakkingen meer. Dat heb ik onlangs wel eens een keertje gehad. Ging het bijna mis. Wat gebeurde er toen dan? Nou ja, kwam plotsklaps kwam er een auto bij een kruising ongeveer met 8 km per uur over de kruising. Waar we iets eerder, ja, ik wil er niet aan denken. Hopelijk helpt dit terrein om een nieuwe Tom Dumoulin op te leiden. Voor mij is het al lang te laat.